zijn de biljetten uit de Europa-serie. En we zijn in 2013 gestart met de nieuwe 5. En met deze 100 en 200 is de Europa-serie compleet. Oké. Okay. En wat is het verschil met de oude 100'tjes en 200'tjes? Nou, qua uiterlijk lijken ze op elkaar, want ze zijn weer, de 100 is weer groen en de 200 is weer geel. Ja. Maar het verschil zit er met name in de echtheidskenmerken. Dus je kan een eurobiljet kan je controleren met behulp van de echtheidskenmerken. Nou, vertel, hoe moet ik dat doen? Als het biljet tegen het licht houdt, zie je een dame verschijnen in het watermerk. Oh ja. Ja. Prinses Europa heet ze. Prinses Europa. Prinses Europa. Wie is Prinses Europa? Uit de Griekse mythologie komt ze. Yeah. Wauw, ja. Dus dat was al zo vroeg dat ze daarover bezig waren. Prinses Europa, oké. Okay. En als je het nog een keer tegen het biljet of tegen het licht houdt, dan zie je dat ook verschijnen aan de rechterkant in het portretraampje van het hologram. Ja. Want in het hologram zit een raampje verwerkt, een transparant raampje. Ja. En dat maakt dus zeg maar, op het moment dat je biljet tegen het licht houdt, dat een prinses verschijnt. Voor de rest zit aan de zijkant van het biljet voelbare inkt. Dus als je met je vinger over de zijkant gaat, dan voel je de inkt goed zitten. Ja. Die streepjes is mede ook voor visuele mensen met een visuele beperking, helpt het om het biljet te herkennen. En voor de rest wat een heel mooi kenmerk is, op het moment dat je biljet heen en weer kantelt, zie je hier in het benedenhoek zie je een groen cijfer. Mm-hmm. En zie je een lichtbaan op en neer bewegen. En bij die 100 en 200 zie je ook een euroteken daarin komen. Ja, prachtig. Met de nieuwe 100 is de lengte hetzelfde gebleven van het biljet. Alleen de hoogte is iets kleiner geworden. En die heeft nu in vergelijking met de 50 net zo hoog. Wat is de kans op een vals biljet eigenlijk? Nou, het afgelopen jaar, in 2018, zijn er 39.000 valse eurobiljetten in Nederland onderschept. Maar als je kijkt met het aantal biljetten die het Nederlands Bankwezen jaarlijks controleert, dat is ongeveer 1,8 miljard, is de kans op een vals biljet klein. En welke coupures zijn dan het meest vervalst? De 50 wordt het meest vervalst. Ongeveer 79% van de vervalsingen is de 50. Nou, denk ik, bij deze biljetten denk ik altijd aan één ding. Criminaliteit. Het is gewoon echt heel handig om gewoon flinke bakken, zeg maar, geld makkelijk bij je te hebben. Van hoe zit het met hoe zit het met criminaliteit en bankbiljetten? Nou, wat wij weten is dat de 100, 200 en ook nog de 500 is gewoon is een product wat gewoon in de legale markt gebruikt wordt als oppopmiddel om aanschaf te doen van producten met hogere waarde. Ja. En daar worden ze voor gebruikt. Nou, vanwege de zorg rondom de illegale gebruik van de hoofdcoupures heeft het eurosysteem besloten om de 500 euro biljetten niet meer in omloop te brengen. Oké, okay, dus hier is er al uit, maar die zijn nog wel in circulatie? Ze zijn zeker nog in circulatie. Mm. En wij geven ze niet meer uit als centrale bank. Mm-hmm. Op het moment dat de banken het bij ons inleveren, zullen ze ook niet meer in omloop komen. Bij de 500 euro biljet blijft wel altijd zijn waarde houden. Dus. Nou, Visser, heel mooi en leuk dat we daar nog even over mogen praten. Als je hebt over oude innovatie, dan is dit toch wel een mooi voorbeeld. Maar ik ben er heel blij mee. Dankjewel voor de komst.